Goedendag en welkom bij Studio Vlaams Parlement. We zagen zo net oppositie met Conor Rousseau van SPA en Björn Zoska van Groen. Nu spreken we hier in de studio met iemand van de meerderheid. En eigenlijk wel een speciale gast, want het is een nieuw parlement zitten, meneer Muiters. Ja, absoluut. Voor mij is het een beetje nieuw. Ik ben vanuit de privé naar ministerschap gegaan. En dan wel tussen twee regeringen even in het parlement gezeten. Maar nu voor de eerste keer echt in het parlement. Ja, de eerste keer daar echt op die parlementsbank met dan tegenover u die regering. U zat altijd aan de kant van de regering. Went het al wat? Ja. Dus ik heb er weinig problemen mee. Ik had de knop al een hele tijd geleden voor mezelf omgedraaid. Dus dat lukt mij wel. Dat was dan u in die commissie begroting. U bent zelf ook begrotingsminister geweest tot 14. Cijfers zijn nu niet vreemd. Maar om het meteen over die woonbonus te hebben, daar is het vaak over gegaan de voorbije dagen. De redenering van de regering is nu dat ze verwijst naar de rentevoeten van destijds die veel hoger waren. Maar hoor je dan vandaag, de huizenprijzen zijn intussen ook gestegen, bijvoorbeeld de voorbije 5 jaar, bijna 11%. Ja, het blijft gewoon duur zo. Nee, ik denk dat er effectief twee elementen zijn. Eén, die woonbonus is tot stand gekomen in 2005 op een moment dat effectief de rentevoeten tussen de 4,5 tot 6% waren. En als je dan bekijkt op een lening van 20 jaar, hoeveel interest dat je bijvoorbeeld op een woning van 250.000 euro zou moeten betaald hebben, dan heb je over heel die looptijd zou je een 143.000 euro interest moeten betaald hebben. Nu, vandaag vind je interestvoeten van 1,6%, 1,65%. Dat zijn rentevoeten die je vandaag vindt. En dan betaal je op die 20 jaar op een huis van 250.000 euro, betaal je nog slechts een 40.000 euro. Ja. Dus je ziet dat het kunnen kopen van een huis was toen op een heel andere manier dan vandaag het geval. Dus op dat moment zeggen van kijk, die woonbonus, dat mogen we toch wel eens herbekijken, vind ik een juiste. Te meer omdat je dat dan kan koppelen aan de registratierechten verminderen. Ja, die 1% van 7. Ja, maar je moet eigenlijk bekijken, we komen van 10%, ook in andere regio's. Regio's zitten nog aan die 10%. Als je van 10 naar 6% gaat, ja, dat geeft de kans, en voor mij is dat wel het belangrijkste, op het moment van aankoop heb je als jongere zeker het moeilijk om alles bijeen te krijgen. Wel, dan geven we nu minder belastingen die je moet betalen als registratierecht. Dus ik vind dat is het geheel van de maatregel. Dat is het geheel, de kernredenering, en die vertrekt onder meer van die hoge rentes destijds. Nu, rentes staan niet in de sterren geschreven, je kan het omdraaien. Wat als die rentes opnieuw weer stijgen, ooit richting 4-5%, komt er dan een nieuwe woonbonus? Ja, maar dat is een hypothetische vraag natuurlijk, want vandaag weten we en zien we dat die rentevoeten laag zijn. Maar stel, 4-5%. Met alle redeneringen die we vandaag kennen, ook wat de Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank naar voren brengen aan cijfers, mogen we een lage rentevoet ook de volgende jaren nog verwachten. Dus ik denk dat de juiste beslissing in deze omstandigheden zijn genomen. En wat de omstandigheden binnen 10 jaar zijn of binnen 15 jaar zijn, laat ons daar niet op vooruitlopen en dan zien welke maatregelen dan genomen moeten worden. Dat is dus nu nog niet aan de orde. Nee. Iets anders over die begroting. We hoorden gisteren de banken, ING, Fortis, die zeggen dat deze regering van een te optimistische economische groei uitgaat. 1% lezen we bij Jan Bon. De banken zeggen het wordt een groei van 0,7%, een gestage daling de voorbije 2-3 jaar. En zij berekenen, dan komt deze regering meteen al volgend jaar 120 miljoen euro tekort. Maar dit is een discussie die je altijd opnieuw krijgt. Er zijn altijd nieuwe voorspellingen. Continu zijn er nieuwe voorspellingen van de groei, van de inflatie en dergelijke meer. Planbureau. Maar dus je kan maar één ding goed doen als minister van Financiën en Begroting en als Vlaamse regering. Dat is zeggen welke voorspelling, op welke datum en van wie je neemt. En wijkt er dan niet meer vanaf. En dat doet deze regering. Ze neemt de voorspelling van het Planbureau. De voorspellingen van september zijn gebruikt voor de opmaak van de begroting. En dat is de logica zelf. Ondertussen zijn er andere voorspellingen, maar tegen de begrotingsaanpassing in maart 20, de begroting 20 wordt dan opnieuw bekeken en gezien wat moet er aangepast worden, ga je dan de nieuwe voorspellingen nemen. En laat ons nu toch even een beetje dat relativeren. De banken zeggen nu 120 miljoen verschil op het budget van 43 miljard, is dat 0,3%. Ja.
Dus dat dus, allee, laat ons nu toch echt, allee, wie thuis bij hem zijn begroting op 0,3% juist kan voorspellen, dat is een hele straffe nodig. Om even die balans te maken, want we hadden het nu net over die jobbonus bijvoorbeeld, maar er zijn een aantal maatregelen die voor veel mensen de voorbije dagen als een verrassing kwamen, en dan in bijzonder misschien middenklassers, met die woonbonus of hogere dienstenchecks, de regeling met het kindergeld voor het derde kind. De indruk is daar dat net middenklassers geraakt worden en laten we het soms een kat noemen, een stuk ook net die kiezers van uw partij of van deze centrumrechtse coalitie, jonge mensen die willen kopen, die aan de slag zijn. Want de jobbonus bijvoorbeeld, ja, dat is voor die laagste lonen, daar komen ze ook niet voor in aanmerking. Nee, maar ik vind het nogal een rare voorstelling, omdat het niet zo is dat bijvoorbeeld bij de kinderbijslag, de nieuwe kinderbijslag raken we niet aan. En voor de kinderbijslag die in het verleden bestond, blijft de stijging die er komt, blijft staan. Alleen indexeren we hier en daar een bedrag niet. Dus het is niet dat wij van de mensen iets gaan afnemen, maar het kan soms zijn dat we wat we bij gaan geven, dat hetgeen we bijgeven wat minder is dan dat we het volgens het... Ja, misschien is dat een moeilijke, maar het komt er eigenlijk op neer als... in de oude situatie u 100 ging bijkrijgen, dat we nu zeggen het is niet 100, maar het is 95 dat je bijkrijgt. En op die manier kunnen we, en dat is toch wel belangrijk, want dat is niet om een gat te vullen, maar dat is om ervoor te zorgen dat we belangrijke noden die vandaag in de maatschappij bestaan, dat daar die Vlaamse regering de nodige stappen naar kan zetten. En dat is toch wel essentieel, want ik hoor het allemaal wel graag zeggen, hè? Iedereen wil graag bossen bij, wil graag natuur bij, wil graag wat meer onderzoek en ontwikkeling om onze toekomst vrij te stellen, wilt graag eigenlijk ervoor zorgen dat de lijsten voor de gehandicapten en welzijn meer geld krijgt, wilt eigenlijk ervoor zorgen dat ons onderwijs op de juiste plaatsen meer geld krijgt, wilt ook investeringen in scholen, wilt investeringen in weet ik veel wat allemaal, maar ja, dan moet je wel iets doen. En ik vind dit eigenlijk een heel verstandige manier waarop deze regering heeft gewerkt. Men heeft enerzijds gewerkt aan het afslanken van het eigen overheidsapparaat, wat volgens mij ook nog kan dankzij digitalisering, dankzij mensen die op pensioen gaan. Maar langs de andere kant heb je ook die situatie dat er herverdeeld wordt, dat er dingen weggenomen worden, dat die groeipaden wat afgezwakt worden. Okay, maar zo die nieuwe nodig kunnen. Hè? Ja. We ronden hier even af, maar blijft u hier in de studio, want we keren nog naar u terug. We gaan nu ook luisteren naar een reactie van de meerderheid in de commissiezaal. Minister-president Jan Jambon en begrotingsminister Matthias Diependalen. Nadien spreken we hier verder in de studio over, ja, na deze begrotingsweek, zeg maar, om dat af te ronden. Wat moeten we onthouden van dat regeerakkoord? Of ja, waar mogen we deze regering binnen 5 jaar op afrekenen?